Hartelijk welkom bij deze livestream van de Internationale Socialisten. Ik ben Luca Bonsangwe, ik ben lid van deze organisatie en wij hebben vandaag een stream georganiseerd om het te hebben over revolutionaire oplossingen in de klimaatcrisis. Het is relevanter dan ooit volgens ons, want we hadden afgelopen zondag in 44 steden in Nederland fantastisch goed georganiseerde demonstraties. Met allerlei gevolgen van dien en de jaren daarvoor, voor corona het ons moeilijk maakte, zaten we ook al in de lift met de klimaatdemonstraties. We hadden in Amsterdam in 2019 40.000 mensen in de stromende regen op de been gebracht, samen met een heleboel andere organisaties. En de leus system change, not climate change, wordt alsmaar groter en wordt steeds vaker op borden gedragen. En dat biedt natuurlijk de vraag, wat bedoelen we eigenlijk met system change? En wat is nou revolutionaire politiek in deze context? Hiervoor gaan we luisteren naar een inleiding van Max van Lingen. Die gaat het een half uur hebben over zijn ideeën over in deze context. En wat we als revolutionaire te bieden hebben. Vind je dit nou interessant? Die inleiding is te volgen op onze site op Facebook. Onze site naar buiten op socialisme.nu kan je hem ook meekijken als je wil. En vind je het nou zo leuk dat je denkt, ik heb hier wat over te vragen, ik heb hier wat over te zeggen. We hebben gewoon een link staan, die staat in de post op Facebook of op de site, bij het kopje revolutionaire politiek, op een brandende planeet. En dan kan je via die link meedoen aan een discussie via Zoom achteraf. En dan kun je kijken of je er wat over te zeggen hebt. Ik denk dat het nu tijd is om te luisteren naar Max, dus ik geef jou het woord, Max. Ja, dankjewel. Deze bijeenkomst die heet dus revolutionaire politiek op een brandende planeet. En ik denk dat we dat laatste vrij letterlijk kunnen nemen. Want je zou het bijna vergeten na al het nieuws over de coronapandemie. Maar 2020, het afgelopen jaar, begon natuurlijk met de grootschalige bosbranden in Australië. Die toen het nieuws domineerde. Bij die bosbranden ging 12,6 miljoen hectare bos- en natuurgebied in vlammen op. Naar schatting kwamen 3 miljard dieren om in die vuurzee. En dat was niet de enige plek waar dit soort bosbranden plaatsvonden. Van de Amazone tot Californië waren er bosbranden. En die waren ook in intensiteit en hevigheid ongekend. Dus in de Amazone was afgelopen jaar het meeste aantal bosbranden. En in Californië, hè, bosbranden zijn iets dat is een fenomeen dat natuurlijk vaker voorkomt. Maar in Californië zijn de 15 van de 20 hevigste branden vonden de afgelopen 20 jaar plaats. Nou zijn niet al die bosbranden het gevolg van klimaatverandering, maar ze zijn wel het gevolg van hoe de mens met de natuur omgaat. In het geval van Australië kan je wel zeggen dat die dat er een direct verband is met klimaatverandering, omdat in Australië de verschuiving en de stijging van de temperatuur de afgelopen decennia net wat hoger is geweest dan in andere delen van de wereld. En juist het hele droge en warme zomers die zorgen ervoor dat de intensiteit van dat soort fenomenen toeneemt. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Australië, zei ik net al. Het geldt ook niet alleen voor bosbranden. Er zijn talloze andere fenomenen die te maken hebben met klimaatverandering, maar breder ook met het ingrijpen van de mens in de natuur. En ik kan er een hele lange lijst van opnoemen wat er allemaal aan de hand is. Maar ik denk dat het vooral dat iedereen die hier vanavond inschakelt zich wel bewust is van de ernst van de situatie. En dat ook dat het wel duidelijk is dat we al veel te laat zijn om klimaatverandering te voorkomen. We zitten daar al middenin. En de desastreuze gevolgen ervan, daar hebben we ook al eigenlijk permanent last van. Kijk, in Nederland is dat misschien nog wat minder duidelijk, maar in de rest van de wereld
zien we grootschalige verwoestijning, de bosbranden die ik al noemde, het smelten van het ijs op Groenland en in de Noordpool en al dat soort ontwikkelingen. We leven eigenlijk in een permanente crisissituatie als het gaat om het klimaat. Om dat nog wat erger te maken, hebben we op dit moment te maken met een driedubbele crisis. Dus we hebben niet alleen te maken met die klimaatcrisis, maar ook te maken met de coronapandemie en tegelijkertijd met een economische crisis. En die drie crisissen, die grijpen in elkaar, die versterken elkaar, die beïnvloeden elkaar. En dat is de situatie waar we nu mee te maken hebben. En als je dan kijkt naar die coronapandemie, dan zie je ook hoe ver het kapitalisme bereid is om te gaan als het gaat om het verheffen van winst boven de belangen van mensen en ook van de natuur. En het dodental van de coronapandemie nadert inmiddels wereldwijd de 3 miljoen. Dat is een gigantische hoeveelheid. Nog los van de vaccinaties, wat natuurlijk de vaccins, de ontwikkeling daarvan is een hoopgevende ontwikkeling. Maar nog los van de ontwikkeling met mutaties van het virus, zijn de meest optimistische scenario's als het gaat om het bestrijden van het virus, dat er in de herfst en de winter van dit jaar een verbetering in de situatie zal komen in de rijke landen. En dan hebben we het nog niet over de verspreiding van vaccins naar landen in armere landen. Dus dat is echt nog een pandemie die nog echt een flinke tijd bij ons zal zijn. En als je kijkt naar hoe regeringen daarop gereageerd hebben, en dan met name als je kijkt naar de Nederlandse regering, die echt kampioen is met verkeerd reageren op de coronapandemie, dan zie je eigenlijk dat het kapitalistisch systeem geen goede achtergrond biedt om dit soort crisissen te bestrijden. Je ziet dat steeds de belangen van grote bedrijven boven die van mens en natuur worden geplaatst. En voornamelijk natuurlijk de volksgezondheid. En de afgelopen maanden is er door rechtse bewegingen heel erg gehamerd op van eerst was er geen corona. Vervolgens was er wel corona, maar het was niet zo erg. Eigenlijk zeggen zij nu van, Rutte die offert de economie op aan een soort van de volksgezondheid. Dat wordt er dan gezegd. Nou, eigenlijk is het omgekeerde waar. En je ziet dat geluid voornamelijk komen vanuit kleinere ondernemers. En eigenlijk komen die er nu gewoon een beetje achter dat dat ze eigenlijk niet zo belangrijk zijn binnen de kapitalistische economie. Als je kijkt naar horecaondernemers, hun belangen zijn minder groot, of het belang van hun bedrijfjes is minder groot voor de regering dan bijvoorbeeld een KLM, een Unilever, et cetera. En je ziet dus dat wanneer puntje bij paaltje komt, de volksgezondheid wordt opgeofferd aan de winsten van de grote bedrijven. De maatregelen die er worden genomen zijn allemaal gericht tegen persoonlijke vrijheden. Het zijn repressieve maatregelen. En zijn vooral erop gericht om de productie zoveel mogelijk te laten draaien. Nou, dat zag je al een hele lange tijd. Hè? Ik ben zelf docent en als je kijkt naar het onderwijs, dan wilde in maart, april bijvoorbeeld Rutte de scholen niet dicht doen. En zijn belangrijkste redenering daarachter was, als we dat gaan doen, dan moeten alle ouders thuis blijven en die kunnen dan niet werken. Toen eenmaal duidelijk werd dat
dat de scholen opnieuw dicht zou moeten gaan. Toen zag je eigenlijk hoe snel ze alweer open gingen in vergelijking met andere sectoren. Omdat dat echt, dat was echt gericht op, we moeten die productie laten draaien en door laten gaan. En zo is het hele beleid er eigenlijk op gericht geweest om de productie zoveel mogelijk door te laten gaan. En wel iets van maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gezondheidsstelsel voorkomen ten onder zou gaan. Natuurlijk niet ten koste van de winsten van de grote bedrijven. En dat voorspelt weinig goeds als je kijkt naar die bestrijding van de coronapandemie, of eigenlijk het gebrek aan bestrijding daarvan. Voorspelt eigenlijk weinig goeds als het gaat om de mogelijkheden binnen het kapitalistische systeem om de klimaatcrisis te bestrijden. De coronapandemie is, je zou het niet zeggen, maar het is een redelijk beperkt fenomeen. Als je kijkt naar de complexiteit ervan, is het niet heel ingewikkeld wat je er tegen kan doen. De klimaatcrisis is echt nog een veel groter probleem. En als je kijkt naar, ook naar pandemieën, dan zie je dat die ook te maken hebben met die houding van de van het kapitalistisch systeem ten opzichte van mens en natuur. En als je kijkt naar de coronapandemie, maar ook daarvoor werd er al gewaarschuwd voor pandemieën. En dat had er met name mee te maken dat aan de ene kant de grote tegenstellingen tussen arm en rijk, voornamelijk arme mensen aan de periferie, steeds meer de natuur indrijven. Omdat ze steeds minder in staat zijn om binnen de maatschappij de kosten te verdienen, worden ze steeds meer gedwongen om te voorzien in hun levensbehoeften, worden ze steeds meer gedwongen om naar de natuur in te gaan. Daardoor wordt de mens steeds meer geconfronteerd met allerlei virussen die in die natuur aanwezig zijn. Daardoor kunnen die virussen sneller op de mens overslaan. Maar vervolgens, binnen de menselijke maatschappij, is de productie van voedsel dusdanig georganiseerd dat virussen een bijzonder fijne plek hebben om zichzelf snel en massaal te verspreiden. En dat is dus ook wat er met de coronapandemie gebeurde. Dat doordat de mens heel ver de natuur ingaat, komt het in aanraking met allerlei virussen. En doordat vervolgens dat virus via de wijze van productie, door langs de productielijnen, zich kan verspreiden, wordt het heel snel een heel massaal probleem. Want ook pandemieën vinden natuurlijk vaker plaats, maar de wijze waarop het zich nu voltrekt en de schaal waarop het nu voltrekt en ook de kans dat dit zich gaat herhalen, dat is een direct gevolg van hoe het kapitalisme georganiseerd is. En wat ik net beschreef als het gaat om die coronapandemie en pandemieën, als de klimaatcrisis hebben te maken met de verhouding tussen mens en natuur. En ik denk dat het daar heel nuttig is om te kijken naar de kritiek die Marx had op het kapitalisme. En hoe het kapitalisme die verhouding tussen mens en natuur vormt. Want je kan niet als mensheid kan je niet je volledig loskoppelen van de natuur. We hebben de natuur nodig om te bestaan en om te blijven bestaan. Alleen binnen aanvankelijk in de geschiedenis van de mensheid is het nog zo dat de mens door middel van arbeid probeert om
te overleven in die natuur. Maar op een gegeven moment wordt die arbeid, het interveneren in de natuur, het naar de eigen hand zetten van de natuur, wordt georganiseerd op een manier waarbij die natuur ondergeschikt wordt gemaakt aan de mens. En dat gebeurt eigenlijk op hetzelfde moment als dat, dat ook de mens andere mensen ondergeschikt gaat maken aan zichzelf. Dus je ziet op het moment dat de landbouwsamenleving ontstaat, zie je dat er overschotten ontstaan. En die overschotten die moeten georganiseerd worden, die moeten bijgehouden worden. En dan iemand aan te wijzen die dat gaat organiseren. Maar die persoon die krijgt daarmee ook macht over die overschotten. En op een gegeven moment leidt dat ertoe dat er een klassenmaatschappij ontstaat. Binnen die klassenmaatschappij gaat de ene mens de andere mens als ondergeschikt zien. En tegelijkertijd gaat hij ook de natuur als ondergeschikt zien. En daarmee wordt eigenlijk de verhouding tussen mens en natuur die aanvankelijk bestaat, waarbij er een soort sprake is van een soort cirkel en een circulaire metabolisme wordt gebruikt door Marx. Maar het gaat erom dat de mens tegelijkertijd ook er een beetje los van staat door er bewust in te grijpen, maar wel een organische verhouding heeft tot die natuur. En met de klassenmaatschappij wordt die organische verhouding wordt gebroken. Nou is het op het moment dat de klassenmaatschappij ontstaat nog zo dat, dat dit is een probleem. De natuur wordt ondergeschikt gemaakt aan de mens. En de ene mens wordt ondergeschikt gemaakt aan de andere mens. Maar wanneer het kapitalisme ontstaat, verandert er nog iets. En dat is dat winst iets oneindig. Dat wordt een fenomeen dat oneindig is. Dus je kan altijd maar meer winst maken. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van geld. Dat in de gewone klassenmaatschappij voor het kapitalisme, daarin gaat het erover. Hè? Een koning die wil natuurlijk zoveel mogelijk land, die wil zoveel mogelijk eten en al dat soort dingen. Maar doordat het allemaal gaat over objecten, zit er een bepaalde grens aan. Maar op het moment dat die objecten worden losgelaten en en winst en geld het centrale ding worden, zorgt dat ervoor dat ook de uitbuiting van mens en natuur steeds verder wordt gedreven. En je ziet daarbij ook dat, dat om die winst te maken, je steeds meer moet gaan accumuleren. Je moet steeds meer kapitaal gaan accumuleren om te zorgen dat je steeds die winst kan blijven maken. En in die concurrentiestrijd tussen verschillende kapitalen gaat het erom wie kan de meeste winst maken en wie kan de ander wegconcurreren. En dat leidt ertoe dat er eigenlijk alle grenzen aan de uitbuiting verdwijnen. En dat zie je nu heel sterk terug in hoe de mens binnen dit economisch systeem omgaat met de natuur. Dat eigenlijk alles wordt gezien als een kans om weer winst te maken. Zelfs de klimaatcrisis zelf wordt gebruikt om winst te maken. En dus ontstaan er allerlei mooie ideeën over hoe er een groene economie kan ontstaan. Al die ideeën zijn eigenlijk schieten tekort. Hè. Er wordt al tientallen jaren aan gewerkt. Ze schieten allemaal tekort, juist omdat ze steeds alsnog winst boven mensen plaatsen.
Als je daar naar kijkt, naar de, alle regeringen over de hele wereld. Er was natuurlijk de verkiezing van Joe Biden. Die werd een tijdje gezien als van, als we nou Trump maar laten verdwijnen. Want die was een soort van het grote kwaad. En ik wil niet zeggen dat Trump niet kwaad was. Maar we zien vooral nu dat Joe Biden aan de macht is, dat er eigenlijk niet zo heel veel verandert. En hij sluit zich dan weer aan bij het klimaatakkoord. Maar eigenlijk is het allemaal veel te weinig. En zie je dat ook hij niet datgene wil doen wat er noodzakelijk is. En dat is dat er geïnterveneerd moet worden in de economie op een manier waarbij, waarbij de belangen van mens en natuur boven die van de grote bedrijven worden geplaatst. En eigenlijk wat we daarvoor nodig hebben is een vorm van democratische planning. En die democratische planning, dat is natuurlijk een woord, of nou, vooral planning is een woord wat niet zo wat niet zo lekker ligt. Dan wordt er gezegd van, ja, maar kijk naar de Sovjet-Unie, kijk wat er daar is gebeurd, dat was een planeconomie. Maar op het moment dat er zaken moeten gebeuren, wordt er gepland. Dus je ziet dat op het moment dat er een oorlog plaatsvindt, wordt er gepland. Op het moment dat er een dat er een coronapandemie plaatsvindt, wordt er gepland. Ik moet zeggen, de Nederlandse regering is er niet zo goed in. Maar ze zijn er wel mee bezig. Dus op het moment dat het hun uitkomt, wordt er gepland. Het gaat erom, wie bepaalt er hoe er gepland wordt? En als je dan hebt over de planeconomie in bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, dan was dat toch een bepaalde kliek die daar bepaalde hoe er gepland werd. En niet een. Er was geen sprake van democratische planning. En ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is. Dat we toe zouden moeten naar een systeem van democratische planning als antwoord op het systeem dat. Dat niet in staat is om deze crisis op te lossen. Nou zijn er natuurlijk een aantal andere wegen die worden bewandeld. We hebben morgen natuurlijk de Nederlandse verkiezingen. Daarin in de campagne wordt best wel gesproken over het klimaat. We zien daarbij echter dat eigenlijk de meeste partijen niet veel verder komen dan allerlei maatregelen waarbij ze mensen willen gaan belasten. Zorgen dat mensen meer moeten gaan betalen. En eigenlijk allemaal binnen het kapitalistische kader willen opereren. Daar hebben we een term voor en dat heet consumentisme. Dat gaat heel erg van dat je op een bepaalde manier gaat consumeren. En dan zorg je op die manier dat je veranderingen bewerkstelligt. Door allerlei belastingen op een bepaalde manier in te voeren, zoals een vleestaks of iets dergelijks. Dat is daar heel erg op gericht, op het beïnvloeden van keuzes van mensen. En dan dat op die manier langzaamaan het gedrag van mensen veranderen. Maar er zijn denk ik twee problemen mee. Ten eerste, dat gedrag dat verandert heel langzaam. Maar vooral, en dat is eigenlijk de belangrijkste, is dat, dat het probleem bij de verkeerde kant neerlegt. Want er wordt geproduceerd op een bepaalde manier en die productie die vindt plaats om winst te maken. En dat is een beetje het idee dat achter het consumentisme is dat
er geproduceerd wordt voor de vraag. Maar er wordt niet geproduceerd omdat mensen erom vragen. Er wordt geproduceerd omdat er winst moet worden gemaakt. En daarom vinden er, wordt er op een bepaalde manier geproduceerd. En we zouden juist moeten kijken naar hoe kunnen we aan die productiezijde dingen veranderen. Nou, zitten daar ook nog allerlei haken en ogen aan. Want als je het hebt over die belastingen en over hoe de regering bezig is om bepaalde zaken te promoten of bepaalde zaken niet te promoten. Nou ja, denk alleen al aan dat er geen belasting op kerosine zit. Dat is een vrij... het zegt veel over waar de prioriteiten van de regering liggen. En het zou natuurlijk goed zijn als die belastingen wel komt. Maar uiteindelijk zal het soort van interventie wat er echt nodig is om klimaatverandering echt te stoppen en om de verhouding tussen mens en natuur te veranderen op een manier dat deze weer organisch is, die zal niet komen binnen een systeem dat winst centraal staat, omdat die winst altijd belangrijker zal zijn. Als je dat bekijkt en als je, als je kijkt naar hoe winst eigenlijk alles bepaalt binnen het kapitalisme, en je kijkt naar de schaal van de crisis waar we mee te maken hebben, dan er is een tendens om te zeggen, we moeten kleine stapjes maken. We moeten, hè, we, ja, natuurlijk, we moeten grote veranderingen bereiken, maar we moeten eerst kleine stappen, we moeten het een beetje bijschaven, et cetera. Daar hebben we ten eerste de tijd niet voor. Ten tweede gaat het echt om een dusdanig fundamentele breuk, dat op het moment dat je het hier en daar een beetje aan het bijschaven bent, er aan de andere kant alweer het eraf gaat. En dat is denk ik een probleem van politiek die te veel gericht is op, we moeten het binnen de kaders van het kapitalistisch systeem oplossen, is dat het er te veel van uitgaat van de goede bedoelingen van grote bedrijven. En die grote bedrijven die spelen daarmee, die noemen zichzelf opeens groen. Hè? British Petrol wordt Beyond Petroleum. En plotseling is er sprake van een groene economie. Ze maken misbruik van die situatie. En ik denk dat er uiteindelijk op het moment dat er gebroken, daadwerkelijk gebroken moet worden met het systeem waarbij winst centraal staat, dan geven ze niet thuis en dan zullen we tegen een hele harde muur aan lopen. En dat is precies waar revolutionaire politiek over gaat, is van hoe kunnen we die breuk wel forceren. Die zullen we niet kunnen bewerkstelligen door dingen gradueel te wijzigen, een beetje bij te schaven. Maar het is echt een breuk die moet worden geforceerd. En dat gaat niet door middel van hele radicale kleine acties, maar het gaat ook niet door hele gematigde grotere acties. Dus we moeten een manier vinden waarop we revolutionaire massapolitiek kunnen gaan bedrijven. En dat is er echt noodzakelijk om die fundamentele systeemverandering, waarbij we weggaan van een systeem waarin winst boven mensen en natuur wordt geplaatst, en toegaan naar een systeem waarin de belangen van mensen en natuur centraal staan. Daarvoor is een fundamentele breuk nodig. En die kan alleen bereikt worden door middel van revolutionaire massapolitiek. Nou, klinkt dat natuurlijk heel leuk, revolutionaire massapolitiek. Zeker
als je kijkt naar de huidige krachtsverhoudingen, nou bijvoorbeeld in Nederland, als je kijkt naar de peilingen, dan worden we daar niet heel vrolijk van. En dan klinkt revolutionaire massapolitiek simpelweg als luchtfietserij. Een leuk idee, maar iets wat heel ver weg is. Dat is een hele grote, er is een heel groot gat tussen die twee. En dat maakt het ook heel moeilijk. Het probleem is, dit is noodzakelijk. Dat ten eerste. Maar het is ook mogelijk. En ik denk dat dat ten eerste ermee te maken heeft dat mensen worden geconfronteerd met de klimaatcrisis. Ze worden geconfronteerd met de coronapandemie. Ze worden geconfronteerd met de economische crisis. En al die zaken die gaan ertoe leiden dat mensen op een gegeven moment terug gaan vechten. Je ziet al dat de afgelopen jaren, ik ben iemand die is opgegroeid in de jaren 90. In die tijd was het kapitalistisch systeem een systeem wat, nou ja, dat stond buiten twijfel, was boven elke twijfel verheven dat het beste systeem was. Als je dan kijkt naar hoe het er nu voor staat, dan zie je gewoon dat het hartstikke duidelijk is voor een heleboel mensen dat het kapitalisme niet werkt. Het is alleen de vraag, is er iets anders en hoe kunnen we daar komen? Maar op het moment dat mensen geconfronteerd worden met de crisissen die ik net heb genoemd, dan gaan ze terugvechten. We zien dat over de gehele wereld. We zien bijvoorbeeld in een land waar ik dat lange tijd niet van had verwacht, de Verenigde Staten, dat je daar opeens een massale socialistische beweging ziet ontstaan. Dat komt doordat mensen geconfronteerd worden met die problemen en tegelijkertijd het gevoel krijgen van er is een alternatief. Dat laatste, dat gevoel van er is een alternatief, dat wordt gebouwd. Dat is een vorm van bewustzijn die moet ontstaan en dat wordt gebouwd doordat bewegingen strijden, doordat ze successen boeken en op die manier laten zien dat verandering mogelijk is. Ik denk dat voor revolutionairen daarom de belangrijkste taak tweeledig is. Ten eerste de bijdrage aan de opbouw van die bewegingen, omdat die bewegingen de weg voorwaarts laten zien. Ook ongeacht wat de uitslag van de verkiezingen morgen is, die bewegingen zijn de sleutel naar verandering en naar de opbouw van een beweging die daadwerkelijk verandering af kan dwingen. Binnen die beweging zijn er ook allerlei stromingen aanwezig. En of je het nou hebt over de antiracismebeweging, over de klimaatbeweging, over de vakbeweging, daarbinnen zijn allerlei verschillende stromingen mogelijk. En binnen die bewegingen is het daarom de taak van revolutionairen om te pleiten voor revolutionaire politiek. Dat betekent dat we het hebben over systeemverandering. Dus dat we binnen de klimaatbeweging discussiëren met mensen die het hebben over, ja, misschien hebben we wel een soort groen kapitalisme nodig. Dat we het daarmee hebben van, maar wat zijn de beperkingen daarvan? Kunnen we daarmee inderdaad de problemen oplossen waar we het over hebben? Binnen de antiracismebeweging geldt hetzelfde. Hebben we meer mensen van kleur nodig aan de top, of hebben we in totaal een situatie nodig waarin racisme gewoon verdwenen is? Want ik bedoel, we hebben onlangs, of nou niet zo lang geleden, een zwarte president gehad van de Verenigde Staten. Misschien wel wordt wel eens de meest invloedrijke functie ter wereld gezien. Hij ging ook gewoon door met het bombarderen van Jemen. Hij ging ook gewoon door met het bombarderen van Afghanistan. Dat soort discussies moeten gevoerd worden binnen die beweging. Dus die
taak voor revolutionairen is tweeledig. Aan de ene kant bijdragen aan de opbouw van bewegingen en tegelijkertijd binnen die bewegingen argumenteren voor revolutionaire politiek, voor socialisme als alternatief, omdat alleen echte systeemverandering, en dat is denk ik erg belangrijk, echte systeemverandering houdt in dat we het systeem waarbij winst centraal staat vervangen door een systeem waarbij mensen en natuur centraal staan, en dat kan alleen door middel van democratische planning. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we daarvoor argumenteren binnen bewegingen en tegelijkertijd die bewegingen opbouwen. Volgens mij ben ik te lang aan het woord, dus ik ga het hier even bij laten. Dankjewel Max, dat was voor mij een hele sterke inleiding. Ik heb hele interessante dingen voorbij horen komen, zoals de terugkoppeling naar hoe het er vroeger aan toe ging en hoe dat bewijst dat we nog steeds eigenlijk met een klimaatcrisis zitten die onlosmakelijk verbonden is met ons economisch systeem. En dit levert ook allemaal vragen op. Ik had zelf bijvoorbeeld vragen als, hoe ziet het er dan uit wat wij kunnen doen als revolutionairen? Wat is de rol van de klimaatbewegingen die er nu zijn hierin? Hoe werken we nou precies naar democratisering die je noemde toe? Wat we wel en niet kunnen verwachten van groene partijen na de verkiezingen morgen. En zit je nou ook met dit soort vragen, sluit je dan aan bij de discussie zo meteen? Dat kan via de link, die staat op onze site socialisme.nu. Of als je toch al kijkt via Facebook, in datzelfde bericht, in die post, staat ook een link naar deze discussie. Sluit je erbij aan als je het interessant vindt en doe mee. Verder wil ik heel even de aandacht vestigen op een actie in Utrecht aanstaande zondag. Die is tegen de asfaltering van het bos bij Amelisweer. Dus als je toch al met klimaat bezig bent en je wilt je handen vuil maken aan anticapitalistische strijd, doe mee, sluit je daarbij aan. En er is ook een meeting op donderdag 25 maart, zelfde aanvangtijd, weer om 19:30, over Zetkin. Dat is een Duitse revolutionaire socialiste uit de vorige eeuw. En haar strijd tegen het fascisme. Dus als je dit soort discussiebijeenkomsten interessant vindt, ligt er nog één voor je klaar op 25 maart om 19:30. Ten slotte hebben we ook nog een krant, De Socialist. Daar kan je een abonnement op nemen via onze website socialisme.nu. Als je nou echt denkt, dit soort radicale politiek heb ik gemist, ik vind dit soort revolutionair linkse ideeën belangrijker dan ooit, kijk er even op en hou ons in de gaten. Dan gaan we nu de stream beëindigen en dan hoop ik jullie een volgende keer weer te zien.